Van die totale groep kinderen en volwassenen met epilepsie geldt dat ongeveer 20-30%, sommige schattingen zeggen een derde, uh, moeilijk behandelbaar is. En met moeilijk behandelbaar bedoelen we dan dat het niet lukt om met tenminste twee goed gekozen medicijnen en ook goed gedoseerde medicijnen. Uh, aanvalsvrijheid te bereiken. Het doel van behandeling is natuurlijk om helemaal geen aanvallen meer te hebben. Het doel is niet om van tien aanvallen per maand naar vijf aanvallen terug te gaan. Je wil in principe proberen met je behandeling iemand aanvalsvrij te maken. Uh, en dat, dat doe je met medicijnen. Medicijnen, onderhoudsmedicijnen, die ervoor zorgen dat de kans op aanvallen aanzienlijk verlaagt. Het probleem is alleen dat dat dus niet altijd lukt met elk medicijn. Bij het eerste medicijn lukt het bij ongeveer 50% van de patiënten om aanvalsvrij te worden. En bij elk volgend medicijn wat je nodig hebt om te proberen die aanvallen te controleren, neemt de kans op aanvalsvrijheid snel af. He, dus als je bij je derde, je vierde of je vijfde medicijn bent aangekomen, is de kans dat je daarmee echt aanvalsvrij wordt, is dan bijvoorbeeld nog maar minder dan 10%. Dus... Als het lukt om het medicijnen te behandelen, dan merk je dat vaak al vrij snel bij het eerste of het tweede middel. Als je meer middelen nodig gaat hebben, lijkt de kans op succes van dat middel steeds kleiner en de kans op aanvalsvrijheid steeds kleiner. En bij die hele groep patiënten waarbij het dus niet goed lukt met twee of meer middelen om aanvalsvrijheid te bereiken, praat je over refractaire epilepsie. Oftewel moeilijk behandelbare epilepsie of farmacoresistente epilepsie. Dat zijn allemaal verschillende termen voor die eigenlijk min of meer hetzelfde betekenen.